on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, natuurlijk, Fischer hier weer. En vandaag weer een nieuwe aflevering van The Road to TDM Moab Live Solo natuurlijk. En ja, ik moet even kijken waarmee ik ga spelen. Ik denk gewoon eigenlijk een P90 voor Emission. Kan dat? Ja, hè, dat kan wel. P90 Emission. Ja. Nou, we gaan even kijken. De ranks zijn wel in ieder geval goed. Dat is wel echt heel erg fijn om te zien natuurlijk. En ja, ik weet het niet. Laat een leuke, snelle klasse achter. Het moet natuurlijk niet een hele rare klasse zijn waar je mee traag bent. Ik moet echt, zeg maar, de balans vinden tussen alles, zeg maar. Een beetje tijd en zo. Het is echt, ja, het is best wel lastig natuurlijk. Je kan niet zeggen van, ik haal even een Moabje in TDM. Want, kijk, ik heb hem nooit gehaald natuurlijk. Wel in free-for-all en wel in eigenlijk bijna alle game modes. Maar niet niet in regular TDM. En dat is natuurlijk wel de bedoeling van dit, hè. Dus heb je nog een leuke klasse waarmee ik een beetje snel kan zijn, een beetje sterk kan zijn, dan moet je dat even vooral achterlaten bij de comments. En dan ga ik dat misschien wel even gebruiken. Dus geen LMG's en zo. Dat schiet niet op. Het is super traag natuurlijk. En dan ga ik dood door een level 4 boy. Godverdomme. Godverdomme. Helemaal stunt. Nou, wat is dat nou? Gelukkig zijn we net begonnen. Het lekt volgens mij een beetje. Oh my god, dat meen je niet. Oh jongens, allemaal onze silence gasten. Oh my god. Zo. Oh my god, ja, ik was stunt weer. Daar zit hij. Even kijken. Ja, ik moet toch wat proberen. Daar ligt niemand. Nee. My god, zeg! Waarom dat gekruip ook de hele tijd? Zo. Zo. Oké. Oh my god. Oh, ik heb een dubbelkill, jongens. Dat is wel iets beter dan ik had verwacht. Kom op. Oh jee, jee, jee. Goed luisteren. Oh my god, achter me. Wat een kutzooi, zeg. Een beetje healen. Nou, dat kan ik toch niet verwachten. Dit, what the fuck, man. Dat verwacht ik toch echt niet. Ah nee. Wat zijn dit voor gasten? Ik moet wel mensen hebben die een beetje lopen af en toe. Oh, kom op. Doorlopen. Hup. Zit ie. Even kijken hier. Even kijken hier. Ja. Oh, godverdomme. Ik word er helemaal gek van gestun. Ah, jongens. Daar kan ik toch geen rekening mee houden.
Ah, daar kan ik geen rekening mee houden met dit dan. Jongen, jongen. Want ze zijn super slecht. Ze zijn alleen al zo irritant slecht dat ze gewoon helemaal niks doen. Hier, want ze zijn echt super slecht, die gasten. Nou. Ja. Even. Ik kom alleen. Oh, oh. Zo. Even, ik kom er niet meer uit. Oké. Okay. Dat is nice. What the fuck? Meen je dat nou? Ja. Oh. Oh nee, ik zag iemand daar staan. Ja. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! My fucking god! Wat een teringleier is dit. Ja, ik wist dat ze daar kwamen. Hoe kan mijn team nou zo slecht zijn dan? Oh, 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 één. Ook gered. Dat was slecht. Triple kill, final kill. 6-13, 4-14 en 3-17. Ja, ja, ja. Was niet zo goed. Wat een kutcampers. Totaal geen nut ook, die gasten, die lage rings. Maar je verneuken wel je streak als ze zo gaan campen. Nou ja, ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. Geef het dan een duimpje omhoog. Tot de volgende keer en bye bye.